Hoi, ik ben Tom Lassing van Plein Best uit de gemeente Best. Mij werd gevraagd: zijn wij trots op ons platform? Ja, dat zijn we. We zijn daar al een paar jaar geleden mee begonnen. Om precies te zijn, hebben we onze eerste bijeenkomst gehad op 12 oktober 2017. Ik moest even nakijken. En ja, dat was een drukke bijeenkomst. En daar is een aardig team uitgekomen met enthousiaste mensen die van start zijn gegaan. En wij hebben toen een hele mooie folder hebben we gemaakt, een flyer. En we hebben visitekaartjes gemaakt, fantastisch, dat was hartstikke leuk. Zijn de nodige vergaderingen gaan houden, maar we hebben natuurlijk ook die opleiding gehad. Nou, dat ging allemaal hartstikke leuk. En vanaf dat punt zijn wij gaan organiseren, helpen en van alles en nog wat. Wat hebben wij zo al gedaan? We hebben een maatschappelijke beursvloer georganiseerd. Fantastisch, moet je echt gewoon eens proberen. Je brengt er heel veel mensen bij elkaar. En je mag alles aan elkaar vragen, behalve geld. Nou, en dat is fantastisch. Hebben wij ook gekregen of... Gekeken of we daar mensen konden werven voor Plein Best zelf. Dus ook dat was hartstikke leuk. Maar het was gewoon ook een gezellige avond. We hebben een klompenrun georganiseerd. Best bestond 200 jaar, onze gemeente. En we hebben dus een klompenrun en een lokale markt georganiseerd. Ook hartstikke leuk om eens te doen. In datzelfde jaar hebben we een zwembadfeest georganiseerd. Ons zwembad gaat altijd in september dicht en dan. Als afsluiting mogen de eigenaren en honden mogen samen nog zwemmen. En wij zijn daar net voor gaan zitten. En hebben op een zaterdagochtend gezegd: nou, iedereen die wil, mag gratis komen. We gaan spelletjes doen. Ook fantastisch. Heel leuk. Meer dan 400 mensen kwamen. Was echt leuk om dat eens te doen. Nou, we hebben het buurtfeestbezoekjes. Ook afgelopen burendag hebben we dat gedaan. Ook echt iets om is op te zetten. Nou, we hebben natuurlijk een hele mooie site. Dat is niet anders dan wat jij ook in jouw buurt hebt, waarschijnlijk, of in jouw woonplaats. Maar die houden we ook goed bij, worden goed bezocht, steeds meer bezoekers, steeds meer artikelen. Dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar ja, die site is natuurlijk een middel, maar niet het Plein Best. Plein Best is meer dan die site, gelukkig maar. Nou, we hebben de nodige presentaties gegeven. Ook dat doen we ja, vrij regelmatig. Corona heeft er natuurlijk wel het een en ander impact in gehad. Maar oké, nou, we hebben uiteraard, ik zei het al, die hele mooie folder. Daar moet je echt naar kijken als voorbeeld, vind ik. Maar goed, we hebben een Sinterklaas kleurwedstrijd gedaan. Er werd Sinterklaasfeest georganiseerd. En we hebben daar een wedstrijdje omheen gedaan. Nou oké, moet kunnen. En geeft dan net iets meer body aan een feest. En dat is eigenlijk heel erg leuk om dat ook te doen. Verder natuurlijk heel veel gesprekken, initiatieven ook proberen te helpen, dat mensen bij elkaar brengen. Ja, dat is natuurlijk waarvoor we dit doen. En waar we nu ook gaan beginnen is het maken van video's. Nou, dit is dan niet de eerste. We hebben al eerdere video's gemaakt, maar ook dit is leuk om te doen. Ja, we zitten alleen even met het feit dat we hartstikke druk zijn, dus ik heb hem er eventjes tussendoor gedaan. Dus vandaar dat je even de rest niet ziet. We hebben een hartstikke leuk team. We hebben wel veel wisselingen gehad vanaf de start. En je hebt wat foto's gezien van de starters, de mensen die toen daar zaten. Er zijn veel wisselingen geweest. Er zijn nog steeds wisselingen. Dat is jammer. Ja, je hoopt natuurlijk dat dat niet gebeurt of weinig. Ja, daar heb je niet altijd in de hand. We zijn nu ook bezig om een magazine op te starten. Nou, voordat je dat doet, overweeg even of je die sores wil. Maar ja, goed. We hebben initiatieven gehad die fantastisch liepen. We hebben initiatieven gehad die niet liepen. Ja, nou, dat kan. Hè, maar blijf proberen, blijf het doen. Het is het gewoon waard. En ja, wij zijn trots op wat we hebben gedaan. Ik doe dat dan even namens de groep. En wij blijven daar ook heel fanatiek in doorgaan. We hebben een fantastisch platform. En ja, dat willen we ook zo houden en steeds beter en bekender ook in Best worden. Want lang niet iedereen kent het. Je hebt zoveel werk eraan om bekend te worden. Dat is echt ongelooflijk. Soms denk je van onder welke steen leef je dat je ons nog niet bent tegengekomen. Maar ja, dat is niet anders. Is mee te leven en je kan het alleen maar nog beter proberen te doen. Heel veel succes met je eigen platform. Kom ook gewoon op www.pleinbest.nl kijken en kijk af. Je mag lenen, geen enkel probleem. Ik hoop je bij een volgende buurtverbindersdag te mogen spreken en zien. En je herkent mij vanzelf aan de klompen. De eerste versie van de klompen, die zie je hier. Tegenwoordig heb ik veel mooiere. Maar dat zie je de volgende keer als je mij ziet. Houdoe!